een ideaal decor om een filmpje te maken. Ik ben hier een half uur te vroeg. Vorige week hebben we een heel interessant project opgezet, ontworpen, en daar wil ik iets over vertellen, rond de transitie 2050. Christophe van der Meers van Stimulearning, die leerde netwerken opzetten tussen aanbieders en bedrijven, die contacteerde ons om mee te doen met het ontwerpen van een project om te pitchen in het ESF, het Europees Sociaal Fonds. De minister van Onderwijs en de minister van Werk die hebben de handen in elkaar geslaan om projecten te ondersteunen die de transitie 2050 katalyseren, bewerkstelligen. En wij hebben, Christophe, ik en Anne, we hebben nagedacht, wat is nu echt een transitie-experiment dat we kunnen opzetten en dat niet louter een innovatieproject is. En we zijn tot volgende gekomen. Dat is, we zijn vertrokken van de echte probleemstelling en dat is iets dat erg aansluit bij waar ik mij de volgende 10 jaar zo graag mee wil bezighouden. Dat is dat wij als beschaving, als volk, niet echt bekwaam zijn om die transitie te doen. Wij zijn daar helemaal niet vaardig in en we hebben daar helemaal niet de juiste mindset voor. Kijk maar eens naar de systemen. Hoe inert dat de systemen zijn, het onderwijs, de bedrijven, de stad, de overheid, om niches te creëren, om te durven de bureaucratie en de regels even te parkeren en terug naar de bedoeling te gaan. Die inertie, dat is gigantisch. En de mensen in die systemen, die eigenlijk die systemen zouden kunnen doen kantelen, die zijn dan ook niet vaardig om die systemen te doen kantelen. Kijk naar de bevolking in het algemeen. De weerstand die mensen hebben tegen vernieuwingen. De gouden kooi. De angst voor de toekomst. Die onzekerheid. Maar ook alles wat dat te maken heeft met die vluchtelingen, die big data. Het volk is eigenlijk eerder cynisch aan het worden rond de economie, rond de politiek, rond de oorlogen, rond de armoede, rond de klimaatopwarming. We zijn cynisch, we hebben weerstand, we zijn niet vaardig, daar gaat het over. Wel, dus als je ervan uitgaat dat de kern van een transitie-experiment zou moeten bestaan in het vaardiger maken, het bekwamer maken, die mindset onderzoeken die we allemaal nodig hebben om iedereen aan boord te krijgen van wat er sowieso toch in de volgende decennia zal gebeuren. Dat was ons project. En we denken er dan aan om, het voorstel was, een incubator te organiseren, een transitie-incubator, om partijen uit te nodigen in een regeluwe zone, echt transitie te gaan doen, met een stukje big data, internet of things, robotisering, maar ook met belangstelling voor moestuinen, voor landschappen, voor het groen, voor de mens, voor de vluchtelingen. Dat allemaal proberen samen te nemen in een soort incubator, waarin dat we dan onderzoeken hoe bekwaam zijn we hier, hoe vaardig kunnen we worden? Wat zijn die psychologische processen die er nodig zijn om transities niet alleen succesvol te doen, maar ook vlot te laten verlopen en iedereen aan boord te krijgen? Die pitch hebben we gedaan. En ik denk eerlijk gezegd dat we hem niet zullen hebben. Ons gevoel nadien en de vraag die we kregen, hadden toch te maken met de concreetheid. Ik denk dat het te vaag is. De focus is voor mij heel helder, maar ik denk dat de projecten die ze zoeken heel concrete projecten moeten zijn, hoe dat je in een school of in een organisatie of in een buurt een bepaald transitie-element kunt gaan meer doen. Terwijl ons project is meer op een metaniveau van de bekwaamheden om die transitie te doen. En daar wil ik heel graag in een volgend filmpje iets over zeggen, want er zijn historische studies gebeurd die bekwaamheid al een stukje hebben onderzocht.